In het gedicht De slechte raadgever, Le donneur de mauvais conseil, beeldt Emile Vergare de uitzichtloze hersenspinsels uit die de dorpsbewoners van het arme Vlaanderen, het hallucinerend platteland, nog dieper in de ellende drijven. De slechte raadgever. Langs de met kreupelhout omringde wegen komt op zijn strooptocht de slechte raadgever je tegen. De oude boerenkar met rode bessentint bracht hem naar hier van God weet waar en wordt bewaakt door een zottin. Vier mulle wegen kruisen er elkaar. Het paard graasde het najaarsgras vlak bij een monotone plas voort zich naar het fale water wende. Spiegel van regenhemel en ellende in lompen om haar aardse lenden. De slechte raadgever, allang wordt hij verwacht daar in het dorp in het uur van de zonsondergang. Schuin gaat hij op onguur bezoek, hofstee aan hofstee. In de hoek zit hij waar nood heerst, waar verderf heeft toegeslagen op een boerenerf. Hij is degene die alom aanklopt, hardnekkig, en het plaatsje vindt waar grauwe wanhoop ook op zint. Daar werpt die blikken, recht en stuurs, op koude haarden, in doodvuur. Hij mummelt binnensmonds, voorspelt, steeds wakker en nooit uitgeteld, en neemt die stakkers eens terzij wier lapje grond er zielig bij ligt en wier schamele spaarpot hen aanspoort alles te verlaten voor het schijntje goud, het klatergoud van steden en een beter lot. Want wie de lamp doofde en wacht alleen op klokslag middernacht of langs de muren van zijn stulp tast, komt de memel niet te hulp. Hem komt de raadgever van pas, die raad diep in die brakke plas te bijten waar de weerschijn was van zijn gezicht in een moeras. Hitsige meiden spoort hij aan tot kwaad, streelt met zijn vingertoppen de misdaad, heeft ogen donkerzwart als spek, blikken die branden in een nek. Hij blaast het beest hun oren in en laat schunnige woorden vallen, opdat het wijf in haar, de kalle, de moeder uitwist en de min, opdat het lijf de minnaar toe zou vallen, dood. Zo dood als steen of knekels op het kerkhof. Aan oude stellen woekerend met poen, sinds ongeluk zich op de dorpen gulzig en razend heeft geworpen, verkoopt hij middelen om dat te doen, en de halstarrigheid, een die altijd gehucht en dorp naar neergang leidt, als met het goud dat men van maand tot maand bergt in een vieze kast of gore bedstee, men in een kale keet zich koning waant van heel de wereld en haar wel en wee. Ook is hij raadgever van lieden die 's nachts de zondagsrust ontwijden door hun schuur in de fik te zetten. Hij duidt het uur aan, kort en goed, waarop de brandklok rusten moet. Wanneer met zorgeloze blik stilte toekijkt, ze geeft geen kik. Zie hoe zijn dorre, koppige gebaren wat krom is recht doen wedervaren. Zijn vingers werpen schaduwgroeven en figuren op witte raaplagen en muren. Per slot gunt hij elk een, en hoe, een vleugje gal van zijn bedaagde hart. Het is in haat en nijd verhard en wijst de plaats aan van het rendezvous waar men naar wens, onder dat keuterboerendak of bij die boom, een eindje touw kan vinden en een tak. In elke hofstee moet hij zijn, het liefst wanneer de eindtermijn bij lege hutkoffer en schuldenlijst betaling eist. Met krakend lijf, magere hals, slepende pas, maar onverslijdbaar en nog kras op zijn arme boerenkar met zijn knol,
met zijn zottin, die wachtte op die oude knar, op het kruispunt van al oude wegen.